Hey hallo, daar ben ik weer, Paul van de Wegenwacht en leuk dat je kijkt naar een vlog van mij. Gisteravond ben ik geweest bij een bijeenkomst van Wegenwachten en directie en ondersteunende bedrijven. En dat noemen wij Rondje Land, een jaarlijks terugkerend fenomeen. En wat bespreken we daar? Nou, de ins en outs van de Wegenwacht met betrekking tot gereedschap, de dienstauto's, innovatie met betrekking tot de uitleesapparatuur, noem maar op. En natuurlijk jullie, de leden. En daarmee bedoel ik, over 10, 20 jaar, hoe ziet ons wagenpark eruit? Hoeveel procent rijdt in een elektrische auto? En wat moeten wij dan doen aan die wegenwachtauto? Moet die ook veranderen? Moet die schoner? Moet er ander gereedschap in? Opleidingen? Nou, het was in ieder geval een boeiende avond en ik zou zeggen, kijk naar deze korte impressie. De avond werd afgetrapt door Renate Schrama en Eva-Marie Bij van de Wegenwacht. Ik ben hier in gesprek met Gandalf. Hey. Zit dat goed? Ja, zit goed. Waarvoor ben jij verantwoordelijk? Ik zorg eigenlijk dat de schermen eruit zien zoals ze eruit zien. Dus de vormgeving, ja? hoe fijn het gebruik is, hoe makkelijk het gaat eigenlijk. Ik ga inloggen op ons nieuwe Wegenwacht informatiesysteem, WWI. Dat moet ik ook in de auto gaan krijgen. Hopelijk zo snel mogelijk. Oké, ik ga het even proberen. Dat is dan de voertuiglocatie. Ah, ja. Hey Hans. Hey. Paul. Hoi. Wat gaan we doen? We gaan de nieuwe voertuigen bekijken. We doen een korte presentatie. Ja? Dus, ik ben benieuwd. Nou. Na de presentatie zijn we naar buiten gegaan om nieuwe wegenwachtvoertuigen te bewonderen. Waaronder een volledig elektrische nieuwe Nissan. Dit nieuwe wegenwachtvoertuig is onder andere ontwikkeld om andere elektrische auto's die met pech staan te helpen langs de weg. En onze motorwegenwachten, zullen die blij worden van de volledig elektrische motorfiets? Ik denk het wel. En onze trouwe Volkswagen Caddies worden binnenkort bijgestaan door een nieuwe Peugeot partner. Nou, ik ben benieuwd. Hey Martin. Hey, dag Paul. Hey, cool man, zo'n nieuwe wegenwacht. Ja, dat is een race Peugeot. Ja. Precies onder de rand zetten van de dorpel. Daar zit je cursor onder. Schadig in, ik zet plastic meer. Juist. Dat is wel. Dat is hoe vaak, soms moet je hem drie keer doen, denk je, nou weet ik het. Ja. En dan moet je nog die technische help. Dus verliep je nou van links naar rechts. Paul loop ik altijd te tobben daarmee. Ja. Maar goed, Paul die loopt overal mee te tobben. Ja, ik tik de maat van die. Zo jongens, gaat hij lekker? Nou, eerst maar eens even een drankje doen. Ik ben Tobias van Logix. Wij werken in het verlengde van de Wegenwacht. Ja? Op het moment dat de Wegenwacht het voertuig niet kan herstellen, kan de Wegenwacht... Dat is bijna nooit natuurlijk, maar goed. Nee, dat gebeurt inderdaad zelden. Maar mocht het gebeuren, dan kan de Wegenwacht contact opnemen met Logix. En Logix zorgt er dan voor dat de auto wordt afgeleverd op de eindlocatie. De leden weer mobiel worden gemaakt met een huurauto van Logix. Hebben jullie nog nieuwe dingen voor 2019? Wij zijn op heel veel vlakken zijn we aan het innoveren. Dat doen we zowel op logistiek. Goedenavond Pieter. Goedenavond Paul. Hoe lang ben je in dienst bij ons? Twee dagen. Twee dagen in dienst. En vertel. Ik hoor net van jou, waarom zit je bij ons? Nou, ik heb die films van jullie gezien, van Freek en van Paul. Onze vlogs. Jullie vlogs. En ik vind het hartstikke leuk hoe je in het buitenland daar te werk bent gaan. Ja? Toen ben ik op de site gaan kijken om mee te rijden met een ANWB-man. Dat heb ik gedaan. En sindsdien en nu? Nu sta ik er. Aangenomen? Aangenomen. Nou, door te gek man. Zeker. Hartstikke leuk. Goed. Hey, onwijs veel succes in je met je wegenwachtcarrière. Dankjewel. Gaat goed komen. En leuk dat je zo enthousiast bent. Zeker. Wat te gek man. Bedankt. Nou, vet. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke korte impressie vonden. Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Groetjes, tot de volgende keer.